FC Utrecht maakt technische staf officieel bekend. En riolering zorgt voor verzakking in Soesterkwartier in Amersfoort. Goedemiddag, fijn dat u kijkt naar U Vandaag. Om 12:30 begint een persconferentie in de Galgenwaard in Utrecht. Dan zal bekend worden gemaakt hoe de technische staf er vanaf volgend seizoen precies uit komt te zien. In de Galgenwaard staat René van den Berg. René, ja, hoe gaan ze het eigenlijk allemaal aanpakken zometeen? Ja, dat is de grote vraag. Wat gaat er gebeuren met Utrecht in de toekomst? We weten met z'n allen dat Jan Wouters inmiddels vertrokken is. Dat hij niet meer de trainer is van Utrecht. En heel stiekem hebben we hierachter op de tribunes al de eerste persfoto's gemaakt zien worden van het nieuwe duo. Co Adriaanse gaat technisch adviseur worden. En Robbie Alfle, nu nog assistenttrainer, wordt de nieuwe hoofdtrainer van FC Utrecht. En straks om 12:30 op de persconferentie van FC Utrecht, dan zullen ze alles bekend gaan maken hoe de taakverdeling zal zijn en wie waar verantwoordelijk voor zal zijn. Dat is heel interessant om te weten, vooral wat Co Adriaanse gaat doen, want hoe gaat hij zijn tijd verdelen? Hij is daarnaast nog analist bij de NOS voor de televisie en vervolgens werkt hij ook nog als een van de leraren, docenten bij de KNVB betaald voetbalopleiding. Kortom, het wordt heel interessant om te kijken wat Utrecht met Adriaanse gaat doen en hoe ze verder die staf gaan invullen. Ik ben zeker benieuwd, René. Tot straks dan. Want om 12:30, zoals René dus al zei, live die persconferentie hier op RTV Utrecht. Maar ook straks op U-Stad. Internetdrugsbaron Michael S. uit Woerden heeft een deal gesloten met justitie in Amerika. Als hij meewerkt met de autoriteiten, wordt de eis niet hoger dan 15 jaar cel. Bovendien mag S zijn straf dan grotendeels uitzitten in Nederland. Dat melden Amerikaanse media. De ex-computerprogrammeur bekende dat hij enorme hoeveelheden drugs heeft verhandeld via internet. Een steeg die inzakt, ja, dat gebeurde in het Soesterkwartier in Amersfoort. Door problemen met de riolering is er een groot gat ontstaan in een pad achter hun huis. De bewoners zijn boos dat dit zomaar kon gebeuren, want hun kinderen spelen daar veel. De bewoners van de Dollardstraat in Amersfoort zakken letterlijk door de grond. Vorige week verdween een rioleringsmonteur tot zijn middel in een gat. Ja, het is gewoon met één been is hij erin gegaan. Door de tegels, die zakten gewoon met hem mee. Buurtbewoner Martin Kerkhof kent de oorzaak. Een kapotte riolering zorgt ervoor dat veel water de grond rondom de rioleringsbuis wegspoelt, waardoor het pad daarboven is ingestort. Maar het repareren van het gat duurt nogal lang, zegt Martin. Ja, ze hebben nou weer zand in teruggegooid. Maar het was groter, het gat. Want ik kon amper de poort in. Maar ja, je moet ook uitkijken, want anders stort alles in. Vanwege het grondwater, wat je hier heel erg hebt. De verzakkingen zijn in de buurt het gesprek van de dag. En buurvrouw Jenny maakt zich grote zorgen, want het gat is vlakbij een speeltuintje. Er wordt tijd dat er nu eens wat gaat gebeuren. Wanneer gaan ze wat doen als er een kind doorheen zakt die ze er niet meer uit kunnen halen? Gaan ze dan eens een keer maken? En dan is dat te laat. Jenny woont al 26 jaar in de straat en weet daarom dat er al veel langer problemen zijn met de riolering. Gewoon slecht doorlopende rioleringen, putten die inzakken, breken van rioleringen omdat ze gewoon slecht onderhouden worden. De woningen in de straat zijn van woningcorporatie De Alliantie. Die laat weten dat de gemeente verantwoordelijk is voor de riolering in de buurt. Amersfoort zegt er alles aan te doen om het snel te repareren. Maar Martin gelooft daar helemaal niks van. Je wordt iedere keer maar doorgewezen of naar de woningbouw of naar de gemeente. Dat is gewoon onder elkaar, ik weet niet wat ze hebben, maar er zit een conflict tussen. En je komt er niet tussendoor. De gemeente Amersfoort zegt tegen RTV Utrecht dat de problemen aan het eind van volgende week moeten zijn opgelost. Ja, daar zijn ze nog niet gerust op, want door de regen van de afgelopen dagen zijn buurtbewoners bang dat er juist meer verzakkingen zullen komen. Ze vrezen dan ook voor hun schutting en schuur. Ruim 160 burgemeesters uit de provincie Utrecht hebben nu de petitie om het kinderpardon te verruimen ondertekend. De burgemeesters steunen daarmee de actie van initiatiefnemer, burgemeester Ostendorp van Bunnik. Hij riep zijn collega's woensdag op tv om de petitie te tekenen. Aanleiding is de dreigende uitzetting van het jongetje Shen Yun uit het Bunnikse dorp Oudijk. In Utrecht dient vandaag de rechtszaak over het gezinsdrama in Baren, februari vorig jaar. De 6-jarige Jonathan kwam daarbij om het leven. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat hij is gedood door zijn stiefvader. Een ander kind, een 3-jarig meisje, bleef ongedeerd. In de rechtszaal is een dove tolk aanwezig omdat de stiefvader doof is.
Vandaag worden er vragen gesteld aan het gemeentebestuur van Utrecht over de renovatie van de Ankara Dreef. De PvdA vindt dat de bewoners slecht zijn geïnformeerd door woningcorporatie Portaal. De woningcorporatie heeft deze week de grootschalige verbouwing tijdelijk stilgelegd. Alleen woningen waar al in wordt gewerkt worden afgemaakt. Bewoners klagen over lekkages en slechte afwerking. Het is nog niet bekend hoe het verder gaat met de werkzaamheden. Aanstaande maandag beginnen de eindexamens voor de middelbare scholen. Op veel plekken stijgt de spanning. Leerlingen zwoegen zich nog één keer door de boeken. Oefenen zich blauwe vingers en moeders zijn al op van de zenuwen. Maar ook op de scholen zelf stijgt de spanning. Zijn de examens wel op tijd en staat straks alles netjes op zijn plek. Zo ook in Maarsenbroek. Ook op het Niftelaken College beginnen maandag de examens. Maar niet voor Nico. Nee joh. Ik ben 51, hou eens op. Dat heb ik jaren geleden gedaan. Ik ben conciërge hier. Nico heeft het druk zat. Ja, tafels en stoelen moeten erin. Eten en drinken voor de kinderen moet klaargezet worden. Klappapier moet klaargelegd worden. Kortom, nog zat te doen. Hij zou het wel fijn vinden als hij wat hulp krijgt. Moet je luisteren. Jullie zitten nu in Atheneum 1. Over 5 jaar doen jullie als het goed is examen. Wat moet er dan gebeuren? Dan gaan we examen doen in de gymzaal. Maar ja... Dan kan je niet met je gympies op de grond gaan zitten. Dus het is de bedoeling dat daar tafels en stoelen naartoe gaan. En nou is mijn vraag aan jullie, of jullie even je boeken even in je tas willen doen. Aan de slag van de tweede etage naar de gymzaal. Ja, ze komen er nu aan. Dat is een behoorlijk eind sjouwen. 299 leerlingen doen examen in 3 verschillende gymzalen. Dus voordat alles op zijn plek staat, is hij nog wel even bezig. Kom maar jongens, naar voren hè, daar. Aansluiten en bij meneer Verbreukelen. De leerlingen vinden het niet erg dat ze moeten sjouwen. Het betekent zeker 10 minuten minder les. Ook Esmee doet geen eindexamen. Omdat ik nog niet... Dat ik pas in de eerste zit. Ze kan zich ook niet voorstellen dat het eng is, zo'n eindexamen. Het is gewoon een toets. Gewoon niks aan de hand. Ja. Maar daar denkt niet iedereen zo over. Ja, als we gewoon stil zijn, dan kunnen we even naar binnen lopen in het lokaal. Want deze leerlingen moeten maandag wel aan de bak. Vandaag maken ze proefexamens. Dat de examens gejat worden, daar is Nico niet bang voor. Nou, achter deze deur daar zit nog een hele zware kluis en daar liggen de examens. Dus je ziet het, hij zit op slot. En deze kids zijn over een paar weken eindelijk van school af. Ja, dat hopen ze, zou ik zeggen. Ook spanning, maar dan bij de inwoners van Lunette. Vanmiddag krijgen ze te horen wie de grote winnaars zijn van de postcode loterij. De eurokanje van ruim 3 miljoen is namelijk gevallen op postcodegebied 3524. Er wordt 1,6 miljoen verdeeld onder de bewoners met postcode 3524. Maar ook nog eens 1,6 miljoen onder huiseigenaren met een specifieke cijfer-lettercombinatie. Voor sommige bewoners zal het feest iets minder uitbundig zijn, want zij hebben geen postcodelot. Maar de meesten wachten hoge spannen af en er wordt al gefantaseerd over de bestemming van het geld. Vakantie zou leuk zijn en dan kan je met de kinderen ook gaan vliegen. Dat is iets wat je nu ook niet zo snel doet. Nee, ik denk sparen gewoon. Want het is een beetje crisistijd en we gaan altijd naar Spanje met vakantie. Hè, daar woont mijn familie, dus we kunnen het goed gebruiken sowieso voor de vakantie. Nou, we horen het al wel. Vanavond zal iedereen nog wel met elkaar doorfantaseren over hoe ze het geld gaan besteden. Want dan wordt het wijkfeest gevierd in Lunette. Dan krijgt u nog het weer van mij. Er is veel bewolking. Er vallen regenbuien en er is ook kans op onweer. Temperatuur is maximaal 15 graden. Vanavond en vannacht valt er minder regen. En het koelt dan af tot zo'n 10 graden. Tot zover deze uur vandaag. Om 12:30, dus over een kwartier, is de persconferentie van FC Utrecht. En dan schakelen we live over naar stadion Galgenwaard. Naar René van den Berg voor het allerlaatste nieuws. Wat mij betreft dus, tot over een kwartiertje.